Solidariteit is belangrijk. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. En dat is een probleem in onze maatschappij. Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden. Wij zijn allemaal gewoon debielen die in de donker aan het testen zijn. Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben. Dat is echt wat telt. Kom aan, we gaan ervoor. Open vraag. Ik bedoel, het huidige systeem dan, met haar tekortkomingen, misschien ook soms zeer goede zaken eraan, maar behartigt eigenlijk nog het idee of de ziel achter de democratie? Omdat ik hoor, we moeten nieuwe dingen gaan ontwikkelen om het in stand te houden. En het pleidooi dat ik heel vaak hou, of de kritiek die ik heb, is van democratie is een middel om een doel te bereiken, maar we zien het de laatste tijd te vaak als het doel, waardoor dat we van alle middelen gaan moeten creëren om dat in stand te houden. Maar het lijkt mij soms dat we altijd dingen moeilijk maken. We moeten nu creatief gaan zijn. Maar dan denk ik van, ja, creatief zijn klinkt niet echt logisch in democratie, want daar heb je eigenlijk al een regel die geen creativiteit vereist. Dus het lijkt allemaal... Je hebt gelijk, er is ook nog een alternatief dat veel minder creatief is en dat voor sommigen veel meer zou sporen met wat democratie is. Namelijk, maak regering met radicale partijen. Het ziet er zeer naar uit dat in Vlaanderen het Vlaams Belang de grote winnaar zal zijn. Het Partij van de Arbeid, PTB en Franstalig België, de laatste peiling was wat minder positief, maar lijkt het ook zeer goed te doen. Ja, wel, weet je wat, Paul Magnet, Maakje Malonje, regering, hij wil een zeer linkse met de Ecolo en de PTB. En in Vlaanderen, als er een meerderheid zou zijn, een voldoende royale meerderheid, ja, N-VA maakt een regering met Vlaams Belang. Mm. Dat is een heel simpele formule. En beste PS en beste N-VA... Als jullie met jullie eigen extremen op deelstatelijk niveau een regering vormen, ja, dat sluit niet uit dat jullie samen toch nog op federaal niveau kunnen besturen. Je weet dat Magnet nu gezegd heeft, als een N-VA ja, durft met VB besturen, doen we niet meer mee. Ja. En dan zegt de Wever, ja, maar wie bestuurt met de P van de A, dat ga ik niet meer besturen. Doe op regionaal niveau met die radicale partijen wat hij wilt. We kunnen onmogelijk een federale regering hebben met VB erin, want er is geen enkele Franstalige partij die dat wil. En er zal waarschijnlijk geen enkele Vlaamse partij met de P van de A willen. Ja. Besturen. Dus doen jullie op maar deelstatelijk niveau met die radicale partijen, en op federaal niveau zien we dat wel. Dat is ook een manier om het op te lossen. En mensen gaan zeggen, ja, zie, dat is veel meer in lijn met de democratie, dat is veel simpeler eigenlijk. Want de democratie heeft uitgewezen dat die radicale partijen, dat zijn de winnaars en al de rest verliest. Ja. Mijn vrees is een beetje, of mijn bezorgdheid is, verkiezingen... Wat dat eigenlijk doet, is dat is het meest inclusieve participatie-element in een democratie. Iedereen mag een stem uitbrengen. En dat is het sacraal moment waarin in artikel 33 van de grondwet staat alle macht gaat uit van de natie, dus het volk, de natie. Wij zijn de machthebber, wij zijn de soeverein. Wel, tijdens verkiezingsmomenten, dat is een beetje de consecratie en de eucharistieviering, dat volk van die miljoenen mensen... Die roepen een groep in het leven van 150, 124 mensen, die zeggen, in onze naam mogen jullie nu het land besturen. Ja. En zij mandateren die mensen om dat te doen. Ze mandateren die mensen, dus ze delegeren eigenlijk de macht uit die abstracte soeverein, de natie. Wij delegeren die macht aan 150 van ons gelijken. Fantastisch, hè? Geen koningen of edellieden, maar 150 gewone, normale burgers. Wij delegeren die macht van de natie aan jullie en we geven dat op voorwaarde dat jullie eerst zeggen wat je daarmee gaat doen. Dat heet een programma. We beperken uw macht in de tijd, voor 5 jaar. Ja. En dan moeten we weer terugkeren en moeten we weer een soort examen afleggen. Ja, als je het goed hebt gedaan, dan kies je nog eens een ander. En dus wij beslissen tijdens verkiezingen wie mag besturen en op basis van welk programma. Dus wat mag je doen? Zo werkt het in theorie. Maar wat is de praktijk? De praktijk geeft aan dat, zonder cynisch te willen klinken, wat ook de uitkomst is... Ja, dezelfde partijen gaan waarschijnlijk weer moeten besturen. Dus ook partijen die zwaar verliezen, die electoraal afgestraft worden, die partijen gaan waarschijnlijk weer moeten besturen. Maar ook bijvoorbeeld CD&V, N-VA bestuurt nu op Vlaams niveau. N-VA had in 2010 nog 33%. Hè? Die partij is dan weggezakt naar 25 en zit nu nog tegen de 20. Dus die partij verliest in 10 jaar verliest de N-VA ongeveer een 12-13%. Dat is een serieuze afstraffing. Dan zou je zeggen, moet die partij die serieus afgestraft is, moet die eigenlijk nog wel aan het bestuur komen nu? Is een oppositiekuur niet beter? Dus... De verkiezingen die gaan uitgerold worden, de kiezer gaat zijn gedacht zeggen en na de verkiezing zullen ongeveer dezelfde partijen, want zoals ik daarnet zei, misschien moet je op federaal niveau weer met 8,
Dus weer met de Groene, weer met Open VLD, weer met CD&V. Dat er helemaal niet meer bestuurd worden. Ja, terwijl dat veel van die partijen gaan verloren hebben. De Groene gaan verliezen, Open VLD zal verliezen, CD&V zal verliezen. Mm. En toch moeten die partijen allemaal besturen. En wat gaan ze dan doen na de verkiezingen? Maar grotendeels hetzelfde wat ze nu gedaan hebben. Mm. Want ze gaan niet plotseling met z'n 7 of 8 totaal nieuwe dingen kunnen doen. Mm. Bovendien is ons beleid ingebed in internationale verdragen. Europese Unie kijkt toe. Ja, onze beweegruimte is sowieso al minder. Onze begroting bepaalt veel. Dus het beleid dat je kunt voeren is enorm ingebed. De bedding is smal. En dus, oké, als je dat samenvalt, verkiezingen die zeggen, ja, kiezers mogen de kaarten herverdelen en beslissen wie er aan zet komt. Ja. En wat dat die mogen doen, de werkelijkheid is dat na de verkiezing er vaak weinig verandert. Ja. Weinig verandering in wie is er aan de macht. En ook niet veel verandering in wat soort beleid er gevoerd wordt. Ja. Een radicale beleidswissel na verkiezing, dat komt niet voor. Ja, de richting heeft kleine... Voilà, een radicale coalitiewissel. Dat gebeurt ook bijna niet. Een radicale beleidswissel, dat gebeurt ook al niet. Waardoor de legitimiteit van verkiezingen, die zeggen, verkiezingen zouden toch in theorie het resultaat moeten hebben, of het gevolg moeten hebben, dat er na de verkiezing iets helemaal anders gebeurt, dat er helemaal andere mensen aan de macht zijn dan voor de verkiezing. Want als verkiezingen dit effect niet kunnen hebben, als verkiezingen er niet toe kunnen leiden, dat er een hele nieuwe ploeg aan zet komt, die heel nieuwe dingen doet, als dat niet kan via verkiezing, maar waarvoor dienen ze dan? Nu, op langs de andere kant ben ik ook wel fan van het feit dat het niet zomaar radicaal het kan veranderen. Want ik zeg ook altijd wel, onderschat nooit de status quo. En alle intelligentie van de mensheid ooit heeft wel geleid tot dit. Dus je mag ook niet zomaar van tafel vegen en zeggen altijd tabula rasa. Dat gaat ook volgens mij niet goed, want dat gaat helemaal van links naar rechts. Maar nu is inderdaad de richting zo te... Ja, dynamisch kun je het niet meer noemen. Het is statisch, het is precies een afgrond waar we allemaal op rijden. Nee, en dat zeggen mensen die het al een paar keer meegemaakt hebben. Die kijken naar die verkiezingen, het beleid en de coalitie voor en na. Die denken, ho... Ja. Wat voor zin heeft dat? Je voelt ook dat de legitimiteit van verkiezingen daalt. Hè? Er zijn heel veel mensen die gewoon niet meer opdagen. Er zijn veel blanke ongeldige stemmen. We hebben de vorige keer wat dat betreft een record gevestigd in 2019. Dus je voelt de legitimiteit verminderen. Maar wat je zegt is gelijk. Ook dat moeten wij eerlijk aan mensen uitleggen. Dat heet social piecemeal engineering. Namelijk, je kan nieuwe grote ambities stellen. Je kan echt beleid... proberen te veranderen en nieuwe doelstellingen formuleren, maar onze samenleving, ons beleid is een tanker. Dus als je dat van koers verandert, zelfs al ga je heel snel met een radicale ruk aan het roer, dat duurt heel veel tijd vooral dat in een tanker van richting verandert. En bovendien, een radicale verandering in het sociaal beleid, een radicale verandering in het fiscaal beleid, dat mag je niet doen. Je hebt overschot van gelijk. Je moet kleine, geleidelijke stapjes zetten, maar wel... Je zegt, kijk, we gaan in 2029 of later, we gaan die richting uit. We gaan een ambitieus doel stellen, maar om dat ambitieus doel te realiseren, kunnen we op korte termijn niet revolutionaire maatregelen nemen. Mm. We moeten hele geleidelijke, zachte stapjes zetten, maar wel resoluut, en ze volhouden. Misschien 5 of 10 jaar aan een stuk moeten we die kleine stapjes volgen, maar als we 5 of 10 jaar aan een stuk consequent die lijn volgen, dan gaan we binnen 1 jaar of 5 à 10 op een totaal andere plek aankomen. Dus de social piecemeal engineering wil zeggen, je moet slim, geleidelijk... De stapje voor stapje je hervormingen doorvoeren. Niet brusk, niet plotsklaps. Je moet dat ook niet beloven, want dat kan niet. Maar als je natuurlijk zegt van we gaan de pensioenen op die manier fundamenteel hervormen, we gaan de belastingen fundamenteel hervormen, dan leg je je doel binnen 5 à 10 jaar. Maar in die tussentijdsperiode werk je heel consequent met kleine veranderingen aan het instrumentarium. Ga je wel die richting uit. Het resultaat is wel na 5 of 10 jaar, dat je kunt zeggen, zie ik hier, we hebben wel echt iets anders gedaan. We hebben wel nieuw beleid gevoerd, die verkiezingen hadden zin. Maar je hebt ook van gelijk, je kunt dat niet in één keer tabula rasa maken, dat kan gewoon niet.